Ga maar even plassen. Hey, wat leuk dat jullie kijken. Wij zijn Anne en Puk van de Kook Fris Chicks. En wij gaan vandaag iemand verrassen natuurlijk. Ja, voor de verandering. En wel Diederik. En Diederik die heeft echt geen idee wat hij wil worden. Wij hebben daar ervaring mee. Ja, want we hebben vorige keer natuurlijk iemand geholpen. Die is nu op dit moment professioneel hondentrimmer geworden. Ja, en nu heeft Diederik volgens zijn vrienden de minste kans van slagen in het leven. Dus daarom zijn wij hier. We gaan namelijk naar Slagharen. Wij zijn echt mega fan van achtbanen. Ja, echt crazy. Slagharen, wat gaan we daar doen? Ik ga niet heel de dag natuurlijk een achtbaan zitten, want die hebben ze geskipt. Maar we gaan wel Diederik in de bediening laten werken, in de zwembad. Misschien kan hij nog op een stopknop drukken, hè? Maar goed, we kijken wel. Diederik, okay. Ja. Zo, een leuke tuin zeg. Leuke auto. Er staat ook meteen een mooi standbeeld hier. Fonteintje. Goeie auto. Hey! Dat is niet Diederik. Oh, wel. Ook Diederik. Ja, Diederik dient je. Diederik. Oh joh, we hebben wel Diederik. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Sorry. Hi. Hallo, Diederik. Hi. Ik ben Anne. Van Kook Fris Chicks van Kook TV. Wij hebben gehoord dat jij niet precies weet wat jij later wil worden. Nee, nog niet. Oké. Nou, dan hebben wij een klein verrassingje voor jou. Ja. Want wij gaan je helpen. Maar ja. Zou je met ons mee willen gaan? Ja, dat is wel heel fijn, want dan weet je daarna wel echt wat je wil worden. Doe even iets aan, kleren die vies mogen worden, nat mogen worden, alles. Heb je ook een duikbril? Hey, ja! Te gek! Nice. Nou, dan gaat hij deze aandoen zo meteen, of op zijn hoofd doen. Dat is gewoon te gek. Kleed je even lekker aan, bereid je voor en wij wachten hier. Oké, okay. We gaan genoeg met die banaan. Hey, Diederik. Misschien moet jij gewoon vroeger worden. Ja, dat is misschien wel de beste optie die ik nu. Ik heb vroeger een YouTube-kanaal gehad. Dan zie je mij gitaar spelen en zingen. Jeetje, en dan zeggen jouw vrienden dat jij geen kans op slagen hebt in het leven. Ja, mijn vrienden. Oh ja, nee, chill. Hey, bedankt jongens. Is er iets waar je een hekel aan hebt? Veel inspanning doen en er heel weinig voor terugkrijgen. Maar als je dan een dagje uitgaat bijvoorbeeld, wat vind je dan leuk om te doen? Wat ik echt leuk vind is gewoon iets waarmee ik zelf lol en ik ben niet zo lastig. Nou, we hebben heel veel variatie deze dag, dus het komt vast goed. Ik zat dus met een vriend en toen heb ik gewoon een mail gestuurd. Alleen ik was het dus helemaal vergeten. Dus vandaar dat ik ook net in zware shock was toen jullie binnenkwamen. Waar gaan wij naartoe? Ja, nou ja, ik dacht al eens te zien, ja. Aangezien dat we ongeveer wel een half uurtje richting Slagharen rijden. En zou je dat leuk vinden? Dat zou ik echt heel leuk vinden. Dat is echt mijn grote droom. En wat was dat precies jouw droom? Ik hou serieus wel van attractieparken en al dat soort dingen. Dus als wij heen zouden gaan, zou ik wel echt top vinden. Mijn moeder zei net en jouw vader zei dat je een hekel had aan een attractiepark. Dat is helemaal niet waar. Mijn ouders mij vroeger wijsgemaakt zodat ze niet voor mij hoefden te betalen. En namen ze gewoon mee in het speelgoed. Wow. En uitgedacht. Maar we gaan er niet naartoe. Nee, dat is vervelend. Ja, ja. Nee, maar dan weet ik echt niet waarheen. Waar zijn we? Bij de... Want we gaan hier allemaal leuke baantjes voor jou uittesten. Ja? Dat is ook nog wel een leuk pak wat je aan kan of zo. Oh ja, dat zou helemaal ideaal zijn. Ja, zo'n hofnarrenpak. Dat je daar zo'n toneelact gaat doen voor de kinderen. Ja, leuke kijkers. Hey, laten we één ding afspreken met z'n drieën. We gaan op niks nee zeggen. Ja? Ja. Oké, dat is helemaal goed. Hoi. We zijn op zoek naar Leonie. Dag, meneer. Anne, hi, Leonie. Dit is jullie nieuwe werknemer. Nou, gezellig. Ja. Heb je er zin in? Ja, hartstikke veel. Nou, mooi. Ik heb mooie blouses, zie ik al. Ik heb een blouse, ook voor jullie. Hij past gewoon. Dus zo heel goed. Dat ziet eruit. Ja, nee, okay, valt wel. Van Leonie er nog niet in, want we moeten eerst aan het werk gezet worden. Dit volgen jullie zo meteen de beugels controleren van de gast, dus dat iedereen erin gaat. De collega's leggen dat straks even uit, wat jullie dan precies moeten doen. De beugels is behoorlijk zwaar, je moet echt je gewichten tegenaan zetten en die drukt dan op de bovenbeen. En dan is het duwen en even terugtrekken, dat je echt zeker weet, zit hij vast. En dan kan de senior, die kan zien, alle beugels zijn groen, alle stoelen zijn groen, we mogen gaan. Oké, dus de levens van jullie gasten, die liggen nu in onze handen, jongens. Ja, spannend. Deze is goed. Deze is goed. We gaan voor dames. Sorry hier. Deze ook goed strak? Ja. Ja, weet je zeker? Ja. Even drukken trekken. Moet je nog even checken, dames? Nee. Doei. Dit is echt wel even andere koek hoor. En het gaat echt keihard. You are wanted.
Kijk, we are wanted. Nou, wat gaan we nu doen? We gaan nu naar de Trading Post. Dat is een van onze snacklocaties waar je ijsjes kunt krijgen. Churros, broodjes. Klinkt en daar top. Hebben onze collega's iets leuks voor jullie te doen. Wat is de specialiteit in de keuken? Frikandel speciaal. Ja, nee, ik ben serieus. Oh, hé. Hey. Ja, frikandel speciaal. Dit is Femke. En Femke die werkt achter de Trading Post. Snackparadijs. En Femke, wat maak je dan vooral? Gewoon broodjes zie ik. Gewoon hotdog, churros, spirello's. Kunnen we een spirello's gaan maken? Ja, dat kan. Ja. Oh, hoef ze alleen erin te gooien. Ja, dit kan je ja, wel, dit denk kan ik. Ik wel. Oké, hou jij vast? Wat gaan we hiermee doen? Want dit kan je niet zo eten. We gaan hier een frituur doen. Op een gegeven moment gaat het drijven en is het klaar. Hoe bevalt het op dit moment? Nou, hier krijg ik toch wel echt een warm gevoel van. Dat komt ook misschien doordat het 200 graden is. Gaar uit, denk ik, of niet? Ja. Ik ga ze eruit halen. Ja. Dus 1, 2, 3 en 4. Cheers, jongens. Cheerios. Cheerios. Hé, hey, het ging je goed af. Nou. Vind je dit nou leuk om te doen? Ik vond het hartstikke leuk. Maar om heel eerlijk te zijn, denk ik niet dat mijn toekomst hier ligt. Nee, oké. Okay. Theater zeg. Waarom zijn we hier? Wat gaan we doen? Jullie gaan straks het publiek ontvangen. Er komt wel iemand van mijn collega's die gaat jullie even uitleggen hoe het precies werkt. Ja. De mensen komen bij die deur naar binnen. Yes. Je hebt hier een klikkertje. Dan kun je tellen als er mensen binnenkomen, klikken. Oh, mensen anders tellen. Ga jij jong leren met koken. Ja, we hebben cola blikjes. Cola, ja. We hebben ergens cola blikjes. Daar ga ik mee jong leren. Ja, ja. Oké, doen we dan. Stoppie, ik heb het heel erg naar mijn zin hierboven. Ik denk dat hij zijn roeping gevonden heeft. Ja. Hij wil achtbaantester worden. Dan hoeft hij niet te veel te bewegen en niet te veel te werken. Goeie keuze. Hoezo was jij niet in het zonnetje? Iedereen was niet eens. Ah! Ja, dit is in het kader van achtbaantesten voor jou. Ja, ja, ja. Gaan afdrogen. Ik weet de perfecte plek. In de freefall. Namelijk in Aqua Mexicana. Iemand gaat ons helpen. En niemand minder dan. Paula. Paula, hi. Paula. Anne. Hallo. Ik heb hier een paar shirts voor jullie. Mag je hier omkleden? En dan ga je naar buiten. Gaan we even de boel wat schoonmaken. Dat hoort er ook bij. Hoort erbij. Oké. Okay. Nou, zoals jullie zien, we hebben allemaal zand hier. Wat heel leuk is voor de kinderen. Ja. Maar het heeft één nadeel. We lopen er ook weer naar binnen. Kijk maar. En dat moet weer schoon. Die krijgen van mij alle drie een trekker. Dat is wel anders dan de vorige trekker, hè, die we hebben bestuurd. Ja. Wel een goed idee hoor, dat zand. Je bent klaar, voldaan. Hoe vond je het vandaag? Ik vond het vandaag echt een topdag. Hartstikke leuk gehad en veel ervaring opgedaan. Veel verschillende beroepen gezien hier in het pretpark. En ik heb wel een aantal beroepen gezien die mij een beetje aanspraken. Zoals?
zoals hier in het zwembad lekker als badmeester te geven. Dan naar het pleintje kijken of lekker zwembad in buiten. Hè? Even een kleurtje bijwerken. Oh, ja. Vonden jullie dit nou ook een leuke video? Laat het even weten in de comments. Wil je zelf verrast worden? Wil je iemand anders verrassen? Zet dat er ook even in. En vergeet natuurlijk niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren, want dan mis je niks. Nou, wij gaan nog even chillen. Proost. Cheers.